internationaal. We staan op de mixzone. Dan hebben we gewonnen. Dat klopt, anders komen we hier niet. Willem II, zwaar bevochten wedstrijd. Komen heel snel voor. En dan maken we de 2-0 natuurlijk. Dan denk je, nou, kostje gekocht. Dat was niet zo, het werd nog heel spannend. Maar we hebben wel gewonnen, 3-2. We tokken met somebody. Kijk mee. Ja, sta ik met Matthias Kert, doelpuntenmaker nummer 1. Hè? En we gaan Funny English tokken. Was een snel goal, hè? Very fast. Ja, yeah, it was very, very quick. And it was a great goal, I think. We played well in the start and we scored after 1 or 2 minutes. So yeah, it was great. And how happy are you then? Yeah, I'm very happy. You know, it's always important to score goals, and especially for me when I'm an offensive player. Yes. So yeah, it was nice to score. And then we make the second goal. Yeah. And then in the second half, everything go wrong. Yeah. We scored to 2-0 and then. Yeah, in the break we talked about now what we have to do, and we have to not make any stupid things. And play the game out. Yeah, and then they make that goal when he just go through the defense and score, and then it's 2-1, and then 5 minutes or 10 minutes after they scored the 2-2, and I thought, okay, shit, man. Yeah. But then, yeah, we were a little bit lucky also. We got the penalty and we scored, so... It was a penalty. Yeah, it was, no problem. And on the other side, it was also on the end. Yeah, but I was on the bench there, so I couldn't really see if it was a penalty. Okay. But yeah, I couldn't see also. But this is good for the club, eh? Yeah, it's very good. We really need that victory. It's really important against Willem II. And also in 2 weeks, we have an important game against Heracles, so it was really important. Willem II is a good football playing team, eh? Yeah, they were a good team. They press high and they have some good players, especially in the front. So we knew about that, but yeah, in the end, it doesn't matter how we won. Just we won the game. We won. And for a great audience. Yeah, great audience. They were really good today. Yes. Like they always are at home. So yeah, so but they now many more than 14,000. Yeah. It was a lot. A long time since I played for so much here at home. So yeah, it was really nice. Hope. And now weekend. Yeah, tomorrow we're free, so it's nice. Yeah. And then Monday. Training. Yeah, we have restitution, a little bit cycling and so. Okay, mate. Yeah. Thanks. Thank good weekend, and I'm very happy you make the goal. Thanks. Matthias Kert. Ja, vriendje van de Adelsjournaal. Yo, nou staan we bij de captain en zoals we allemaal hebben kunnen zien, weer goed terug is. Dan op een gegeven moment staat 2-2 en dan is er een penalty. En ik zie je ook meteen resoluut naar die bal. Je krijgt die bal van Mikey, geloof ik, die schiet hem naar je. Jij gaat hem gewoon nemen. Is het zo cool of is het afgesproken? Natuurlijk doet het wat met je. Het staat 2-2. Jij moet de 3-2 maken. En, ik sta natuurlijk als eerste op de lijst. En, ik schiet hem binnen. En, het is een heerlijk gevoel, moet ik zeggen. En, blij met de 3 punten. Ja, we zijn allemaal blij met de 3 punten. Dan spreek ik net de trainer. Die van de tegenpartij en die vindt dat ze niet goed zijn begonnen met het eerste doelpunt. Maar daarna hebben ze hun hebben 80% van de wedstrijd gedomineerd, zegt hij. Deel je die mening? Nou, dat is zijn mening. Ik vind dat wij eerste helft vooral heer en meester waren. Verdedigend, afvallend, komen ook terecht op 2-0. En... komen terecht op 2-0 en in rust nog aangeven dat we gewoon door moesten blijven gaan. En dat we dan dat het tegenovergestelde, dat ben ik wel met hem eens. Dat tweede helft Willem II gewoon beter was en dat we gewoon gelukkig 3-2 hebben gewonnen. Maar dat hij de hele wedstrijd heeft gedomineerd, daar ben ik het niet mee eens. Nee, ja, dat vond hij. Hij vond dat hij na die 1-0 dan... Want dan waren ze niet goed wakker. Nou, dan heb ik een andere wedstrijd gezien. Ja ik ook waarschijnlijk. Maat, we beginnen die wedstrijd, we scoren heel snel. Hoe lekker is dat? Ja, heerlijk. Ik bedoel, als je 1-0, 2-0 maakt, is het gewoon heerlijk. En vooral thuis. Met een volle bak? Met volle, ja, ik moet zeggen, het was wel heerlijk. Ook voor ons. En natuurlijk, het was gewoon heerlijk. We waren echt beter eerst zelf. Ja. En wat de tweede helft, laten we dat maar heel snel vergeten. En, maar dat is wel vaker bij ons toch, maar dat we goed beginnen en dat dan de tweede helft zijn we wat minder. Waar ligt dat dan? Ik zou het niet weten. Misschien na een tegengoal, maar dat mag gewoon niet. We moeten er gewoon weer over gaan hebben. En,
over 2 weken weer, hè? Ja, ja, dat is ook bouw toch? Iedere keer dat stoppen. Dan zit je nou. Want iedere keer als wij gewonnen hebben, nou, ik moet zeggen, hebben we een weekend geen voetbal daarna. Ik moet zeggen, ik vind dit lekkerder dan verliezen en 2 weken vrij. Ja. Mee eens, maar wat lopen we te zeuren? We hebben gewonnen. Echt, en jullie hebben gestreden als Tagas, Leeuwen, Ooievaars. Top. We gaan meteen door. Want ja, topscorer van de Eredivisie. U had hem al waarschijnlijk in beeld gezien. Camera moet meteen beholpen worden, moet omhoog. Want anders hebben we alleen maar zijn kin in beeld. Maat, je scoort weer, hè? Ja. Ja. Is dat gewoon toeval, maat? Of is... Hé, wacht even, wat zie ik? Je hebt hem een beetje bijgewerkt, toch? Zie je het? Ja, ik heb mijn snor een beetje weggehaald. Ja, en hier is het een beetje. Dat zijn toch die items waar wij het met een spits over moeten hebben. Dat voetbal is allemaal niet belangrijk. Nee, ofwel. Maar het is toch weer lekker nou. Eigen huis, 3 punten. Lekker. Ik hoorde de trainer. Ik moet een beetje zachtjes praten. Ja, hij staat helemaal daar. Dat maakt nee, hij staat hier. Deze trainer. Oh, die. Ja, die is... ja. Maar die zegt dat hun 80% gedomineerd hebben. Ja, maar we hebben 3 punten. Ja. Ja, dat zei hij ook hoor. Dat wist hij ook wel. Dat wist hij ook wel. Nou ja, ik moet zeggen dat klopt ook wel hoor. Ik moet zeggen, wij begonnen natuurlijk top. Met die doelpunt gelijk. Het is zo lekker zo meteen al. Lekker, en dan verwacht je dat we een stuk makkelijker gaan voetballen. En bij Vlaga deden we dat ook wel. Alleen bij sommige momenten gaan we te ver achteruit en geven we het initiatief gewoon aan Willem II. En, ja, thuis moet je dat eigenlijk iets meer vooruit willen verdedigen. Ja, dat is nog de balans die wij proberen te zoeken. En, ja, dan ga je 2-0 aan de rust in. En dan probeer je het vast te houden, zeg je gewoon de nul houden in de rust. En vervolgens binnen 5 minuten ligt hij erin. Ja, dan weet je dat het gaan hun natuurlijk veel meer druk geven. En ik denk dat hun verdient 2-2 maken. En, ja, gelukkig maken wij de 3-2 en winnen we die wedstrijd. Dat was toch een zuivere pingel? Ja, dat was ook een penalty. Ja. Ja. Nou, dan ben ik er niet benauwd om. Nee. Maar ja, dan vraag ik me eigenlijk toch af, maat. Volgende week weer geen voetbal, weet je wel. Ik zeg het net ook tegen Alberg. Ja. Ja, maar hij vindt het geen probleem, want het maakt niet uit als je gewonnen hebt. Maar dan winnen we weer en dan moeten we volgende week weer niet voetballen. Ja, dat kunnen wij helemaal niks aan doen. Dat bepaalt, het is natuurlijk weer interland, dus ja, dan wordt er gewoon niet gevoetbald. En ik moet zeggen, voor mij persoonlijk is het wel lekker, want dan kan mijn enkel wel redelijk herstellen deze week. Dus dat hoe is het daarmee gegaan? Ja, behoorlijk pijnlijk, ja. Ja. Maar goed. Als je loopt of als je beweegt? Nee, gewoon met alles. Alles doet pijn, ja. Nou, wel tof. Leidt hij wel pijn voor ons. Ja, ja, maar ik zie je ook voordat je hier naartoe kwam, want we hebben even op je moeten wachten. Ja. Je staat bij camera's, je bent bij de NOS of Fox geweest, NOS, noem maar op. En dan sta je op een gegeven moment met geloof 7 man van een krant, sta je eromheen. Wen je er een beetje aan? Want ja, ze moeten je elke wedstrijd hebben. Ja, nou. Joh, gekkigheid. Ja, maar dat krijg je. Ja. Als je doelpunten maakt, dan krijg je dat in. Ja, eigenlijk de andere spelers. Ja, spelen, maar ik ga me niet anders gedragen dan daarvoor. Dus ja. Als ze mij wat willen vragen, daar heb ik antwoord in. Ja. Ja, dat is niet anders. Dat doe en wat ik ga je nou doen dan het weekend, maat? Ik ga morgen naar Euro Disney 2 dagen. Met het gezinnetje en nog familie. Oké, ga je naar Mickey? Ik ga naar Mickey Mouse, okay. Ja. Leuk. Ben je er wel eens geweest? Ik ben er wel eens geweest, alleen het was gigantisch druk. Dus ik hoop dat het nu wat minder druk is. Dan kunnen we wat meer van het park zien, maar dat zal wel goed komen. Oké, maar veel plezier. Dankjewel, man. Laat je eigen op. Fijn weekend. Ja, maat. We gaan een goed weekend hebben. Ja, of wie ook. Ik heb Hoffie nog nooit zo zien lachen de hele tijd. Moet ik ook weer mee naar de dokter natuurlijk om die verkramping weg te halen. Oh, die kon je al, geloof ik. Nou, dit was het Adelsjournaal. We waren op de Mixzone. André en ik gaan al genieten van de overwinning. Ik hoop dat jullie het ook doen. Lappers!